Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Landal Hoogvaals. Kerngezond, gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag. Vandaag in beeld gebracht met de vraag aan de topsporter vanuit een klas. We hebben straks de Sumo Challenge van de leerkrachten. Maar we beginnen zoals jullie van ons gewend zijn met het kerngezonde nieuws van deze week. De leerlingen van basisschool De Spoorzoeker in Kerkrade beleefden onlangs een kerngezonde spoordag. De klassen werden verdeeld in kleine groepjes en op het programma stond onder andere taekwondo en dansen. Taekwondo en Hapkido vereniging John Kwon verzorgde taekwondo les en Marianne van Dance to Move gaf een dansclinic. In Nederweert kregen de basisschoolleerlingen les over het thema zwerfvuil en de gevolgen ervan voor de natuur. Ook kwam de zogenoemde plastic soep aan bod, waarbij de leerlingen via een filmpje zagen hoe het afval op straat uiteindelijk in de zee terechtkomt en welke problemen dit oplevert. Daarna gingen de kinderen in groepjes naar buiten om het afval rondom de school op te ruimen en beloofden de kids om voortaan al het afval in de afvalbak te gooien. Hoi Dirk, ik ben Iris van basisschool De Twister in Horst en dit is mijn klas. En wij hebben nog een vraag voor jou en dat is, heb je nog verder nog dromen van het voetballen? Hoi Iris en de rest van de klas. Ik ben Dirk Marcellus. Ik heb bij PSV in de jeugd gespeeld, bij PSV in het eerste, daarna bij AZ, bij NAC Breda en ik speel nu voor het derde seizoen bij PEC Zwolle. Ik heb met PSV het landskampioenschap behaald, ik heb de Johan Cruijffschaal gewonnen en met AZ de beker gewonnen. En ik heb ook nog 3 keer voor het Nederlands elftal gespeeld. Mijn droom is om nog zo lang mogelijk te kunnen blijven voetballen en wellicht met PEC Zwolle een keer de beker te winnen. Gezond eten is zeker voor een topsporter heel erg belangrijk. En daarom horen we vandaag het kerngezonde lievelingsgerecht van... Mijn naam is Sabrina Soltjes, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Meijel en mijn sport is wielrennen. Wat eet jij gedurende zo'n dag tijdens zo'n zware etappekoers? 'S Ochtends meestal yoghurt met havermout, muesli en een stuk fruit erbij. En ja, eigenlijk ook wel altijd een kop koffie erbij om een beetje wakker te worden. En ja, tijdens een wedstrijd dan hebben we toch wel onze energiegelletjes, energierepen, een stuk banaan. Sabrina, is jouw favoriete gerecht, is dat dan ook een Italiaans gerecht? Ja, ik hou heel erg van Italiaans eten. Lekker verse pasta met pesto, groenten. Ja, ik hou ook heel erg van zalm uit de oven, dus dat vind ik wel een van de lekkerste gerechten. Ja, mijn naam is Theo Klaasens. Ik ben leerkracht op basisschool De Leerlings in Halen. En ik heb dit jaar groep 5-6. En ja, ik wil de challenge wel aangaan. Ik ga winnen. Yes! Ja, de bal. Concentreren. 18. Inderdaad, meester Theo, 18 seconden bonus. Zijn tijd was oorspronkelijk 32 seconden en 300ste, maar door deze geweldige score op het dartbord gaan daar dus 18 seconden vanaf. En dat maakt hem de snelste leraar tot nu toe met een tijd van 14.03. En dus hebben we voor de derde week op rij een nieuwe koploper. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres.
De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar. En dit is de goede oplossing van de opgave van 2 weken geleden. Op het eerste plaatje zie je een maan en je vervangt de M door een D en dan krijg je Daan. Dan een hert, de eerste letter wordt een V en de T komt te vervallen en dat maakt ver. Daarna zien we sneeuw en daar maak je van de N een L en dus krijg je sleeuw. Tot slot zie je een den en zonder de D blijft EN over en alles achter elkaar wordt het dan de naam van tophandballer Daan Versleeuwen. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Daarmee zijn we bijna aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Denk aan het insturen van het goede antwoord op de rebus en je kan hele mooie prijzen winnen. Natuurlijk graag abonnee worden van Kerngezond TV. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt. En dan hoop ik dat jullie volgende week weer allemaal Kerngezond TV kijken. Bedankt, hoi! Kerngezond TV is powered by EVT. Landal, de Lommerbergen, Reuver en Hoogvaals. En Limburgs Uitje.